Zorg er ook voor dat de eerste generatie die ermee werkt, dat die enthousiast is, dat die ook goede voorzieningen hebben, hè, dat de scholen er ook mee kunnen werken. Maar hou er in het achterhoofd ook in de gedachte dat er straks ook een groep docenten en leerkrachten zijn die misschien iets minder vaardig zijn. Wij betrekken ze er meteen in, maar dat is echt essentieel voor het slagen hiervan. Het moet een breed commitment zijn. Je moet breed met elkaar praten over hoe gaan we dit doen. Dus niet met een kant-en-klaar plan komen, en daarom is die Scrum-methode ook zo belangrijk. Nee, iedereen moet erin meedenken op zijn eigen niveau, op zijn eigen plek, in zijn eigen school.